We doen het aan de lopende band. Even snel een appje versturen of je Facebook-tijdlijn checken. Ja, het zal je dan ook vast wel eens ooit zijn opgevallen dat dat hier in de bebouwde kom toch wel een stukje makkelijker gaat dan in dunbevolkte gebieden zoals hier. Ook anno 2021 is goede mobiele bereikbaarheid nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo bleek uit de meer dan 100 reacties die Omroep Gelderland vanuit de hele provincie kreeg. Maar hoe kan het dat ondanks dat er zoveel masten in Nederland staan, niet iedereen goed bereik heeft? Dat gaan wij je uitleggen. Je kunt de communicatie tussen jouw telefoon en zo'n mast misschien wel het beste vergelijken met het voeren van een goed gesprek. Als je dicht bij je gesprekspartner staat, of dicht bij zo'n mast bijvoorbeeld, ja, dan hoef je eigenlijk helemaal niet zo heel hard te praten om jezelf verstaanbaar te maken. Maar hoe verder je van elkaar afstaat, hoe harder je moet schreeuwen. En in gebieden met veel inwoners staan ook veel masten, waardoor je telefoon zijn stem helemaal niet zo heel erg hoeft te verheffen. Ja, dat is anders in dunbevolkte gebieden, dan moet je telefoon dus wat vaker schreeuwen. Ook de natuur kan een rol spelen, want als er een bos zoals dit staat tussen jouw telefoon en de mast waarmee je verbinding probeert te maken, dan is dat een hindernis en wordt het een stuk lastiger om die vier streepjes op je telefoon te halen. Mocht er nou sprake zijn van een noodgeval en je moet onverhoopt 112 bellen, nou gelukkig krijgt je oproep dan voorrang bij de dichtstbijzijnde mast, ongeacht de provider. Hierdoor ligt het gemiddelde 112-bereik ook hoger dan het gemiddelde mobiele bereik.